Ja, hallo, welkom allemaal bij een nieuw Klemrammerjournaal. Zullen we maar gaan kijken? Oké, daar gaat ie. Ja, snel aandacht nu voor een nieuw filmpje van de communicatieafdeling van de NOS. Ja, in dat filmpje worden de correspondenten van het journaal onder de aandacht gebracht. En het begint allemaal heel erg ingetogen. Maar dan zien we waar het natuurlijk allemaal om te doen is. En waar de meeste correspondenten uiteindelijk correspondent voor geworden zijn. Namelijk lekker schieten, knallen, explosies. Zo schitterend. En dat weet de NOS. Maar al te goed. Our strikes continue. Ja, vandaag was Fred van Leer bij Koffietijd. En dat is een stylist in het dagelijks leven. En Fred die zegt nog wel eens op zijn Instagram dat hij het helemaal niet erg vindt om vrijgezel te zijn. Dat is hij namelijk al een tijdje. En hij vergeleek zijn liefdesleven op een bijzondere manier. Dus dat is bewust? Nou ja, kijk, als homoseksueel moet je in één vijver vissen. Dat is een hele kleine vijver. Dus ik zit te vissen en er zitten alleen maar guppies in. Maar ik ben een kooikarper. En een guppie gaat heel snel dood. Nee, ik wil gewoon een kooikarper. Dus eerder, ik stop pas met vissen als ik een kooikarper gevonden heb. Oké, Fred wil dus een kooikarper. Wat ben jij dan, Fred? Een brasem of zo? Ja, en dan sluiten we af met Geraldo en Zomerdromen. Een fantastisch nummer. Kijkt u gezellig even mee. Bedankt voor het kijken trouwens. En we zien u morgen. Kon ik maar even heel dicht bij je staan. Maar ik ken jou niet, waar kom je vandaan? Stille momenten op een zomerdag. Plots ben je weg, ben ik soms van slag. Ben ik aan het dromen, is het fantasie die ik daar zie. Zomerdromen, waar kom jij vandaan?